Mijn eigen boek. Vandaag maken Daan en Desro hun eigen boek. Als je zelf een boek maakt, mag je zelf kiezen waar het over gaat. Dus Daan, waar wil jij dat het over gaat? Over monster. Er was eens een monster. Of waren het er veel meer? Ja, een monster en een dino. Monsters en dino's. Hoeveel monsters waren het? 15. Zo. En hoe zagen die monsters eruit? Blauwe poten. Ja. En gele nagels. Ja. En de klauwen die waren groen. Desro, wil jij één van de monsters die er allemaal al zijn een naam geven? Of wil jij een nieuw dier of figuur laten komen? Ja, een nieuwe? Ja, en dan ben ik zelf. Toen kwam er een jongetje bij? Ja, dat ben ik. En ik dan. Een jongetje die Desro heet? En er was nog een jongetje bij en die heette Daan. Ja. Waar zijn ze eigenlijk? In het bos. Oh, ze zijn in het bos. Waarom waren die jongens daar? Omdat ze wat eikels wilden zoeken om voor de herfstvakantie. Daan en Desro, vraag ik aan jou, zien daar 15 monsters en een dino. Wat dachten ze toen ze dat zagen? Ze dachten of ze vrienden met ons willen worden of ons opeten. Het paar werden vrienden en een paar wouden opeten. Dus de monsters en de dino's gingen met elkaar vechten. Want de monsters wouden opeten en de dino's wouden... Nee, het was andersom. Oké. Het heet Het avontuur van Daan en Desro. Er waren eens monsters en dino's. Wel 15 monsters waren het en 100.000 miljoen dino's. Ze hadden blauwe poten en gele nagels. En de klauwen waren groen en de buik was blauw en het hoofd was zwart en het haar was bruin. Toen kwam er een jongetje bij. Dat was Desro. En nog een jongetje die heette Daan. Ze zijn in het bos. De jongens waren daar omdat ze wat eikels wilden zoeken voor de herfstvakantie. En toen ze de 15 monsters en alle dino's zagen, dachten ze, willen ze vrienden met ons worden of ons opeten? Het was zo. De dino's wilden ze opeten omdat ze de jongens niet lief vonden. En de monsters wilden vrienden worden, want die vonden hen wel lief. Toen vroegen jullie misschien aan de monsters en de dino's of ze jullie ook gingen opeten. De dino's zeiden ja. En de monster zei nee. Ja. Want die vonden het een beetje jammer voor mensen. Dus daarom gingen ze ruzie maken. Hoe zag die ruzie eruit? Dat ze gingen vechten. En wij hadden toevallig pistolen bij ons. En dan gingen we de dino's doodschieten. Zo. En kwamen de dino's misschien al op die jongens af om al te beginnen aan ze te eten? Nee. Dat niet? Bijna wel, want ze wouden net naar ons toe gaan, maar toen schoten we ze allemaal dood. Toen vroegen ze aan de monsters en de dino's of ze hun gingen opeten. En de dino's zeiden ja. En de monsters zeiden nee, want die vonden het zielig voor mensen. Dus toen gingen ze ruzie maken. Ze gingen vechten. En de jongens hadden toevallig pistolen bij zich. Bijna kwamen de dino's op de jongens af om ze op te eten. Maar toen schoten ze allemaal dood. Dus toen waren we met jongens en monsters in het bos. De monsters, die vind ik ook niet zo lief. Dus wij schieten hun ook dood. Ze gingen de monsters ook... Oh. Oh. Maar ik ging niet de monster doodschieten. Oké. Dus welke jongetje schoot de monsters wel dood? Wij heette twee. Dat jongetje nee, ik dan? Niet. Eén jongetje niet? Nee, wij tweeën niet. Maar andere jongens,
die heel erg groot waren, die deden dat wel. En wij gingen toen de monsters toch beschermen? Ah. Ja. Want wij schieten die jongens gewoon dood. En schoten die grote jongens ook dood? Weten we dit zeker? Ja? Dan waren de monsters misschien wel heel dankbaar. Of niet? Wat zeiden de monsters toen tegen Daan en Desro? Ze zeiden bedankt omdat jullie ons hebben beschermd. Ah. En toen? Was er niks meer. Waren ze vrienden geworden of niet? Gingen ze samen iets doen of niet? Wat deden ze dan samen? Shoppen. Wat? Shoppen. Shoppen? Daan en Desro waren niet bang voor de monsters. Maar er kwamen andere grote jongens en die gingen de monsters ook doodschieten. Want dat waren jagers. Maar Daan en Desro gingen de monsters beschermen. En de monsters zeiden tegen Daan en Desro dat ze hun heel lief vonden. En ze zeiden bedankt dat jullie ons hebben beschermd. Toen waren ze vrienden geworden en gingen ze samen shoppen. Einde. Mooi verhaal. Shoppen. Dat is een mooi boek, hè? Dit was het eigen boek van Daan en Desro. Tot de volgende keer!